Beste kijkers, het boek dat ik nu voorstel zal ik iets uitvoeriger behandelen op het einde van mijn weerpraatje. En ook dat heeft te maken met regen. En ook nu heeft het geregend en daarom schakel ik nu over naar de bewegende weerbeelden. En wat zien we daarop? Dat is het beeld van gisterenmorgen om 2 uur in infrarood. Kijk goed naar deze storing die geleidelijk naar ons komt en ons feiten op dit ogenblik bijna bereikt. Hier is een hoge drukgebied. We halen nu alles vlugger, hoge drukgebied, het slechtere weer boven de Middellandse Zee. En hier ook vormt zich een hoge drukgebied na die storing. En daar moeten we rekening houden met de weersverbetering die tijdens het weekend zal optreden. Dus je ziet zeer goed ook de verwarming als het eventjes rood wordt, dat is overdag. En dat is de visuele foto. En op de visuele foto zien we de hoge drukgebieden die ons verlaten, 1. En een hoge drukgebied dat aankomt en zich op lagere breedte zal stellen, zodanig dat de depressieactiviteit in het noorden blijft. In het zuiden ziet u nog geweldige onweers en zeer slecht weer in de Algarve in Portugal op dit ogenblik, maar ook in Sicilië en ook in de broek, namelijk de laars van Italië. Maar nu gaan we over naar de weerroman, en dat wil zeggen naar de weerstrip van de redding. En kijk eventjes hoe de berekeningen verder verlopen en dit vanaf dit weekend. Eerst en vooral zaterdag. Kijk ook ondertussen naar de straalstroom, staat hier. Dan zal die storing morgen voorbij trekken. Langzaam, langer regen in Limburg dan in het westen van het land, waar het kan uitklaren. Maar hier kunnen er enkele buien tot ontwikkeling komen. Kijk ook naar deze hoge drukzone die zich zal ontwikkelen. Kijk nu naar zondag. Zondag breidt deze hoge drukzone zich uit. Dat wil zeggen, de storingen komen op meer noordelijke breedte. Wat niet wil zeggen dat geen wolkenveld zal binnendringen en moest daar nog een druppeltje uitvallen. Erg kan het niet zijn. Het kan gebeuren, maar het komt hier in de zuidwestcirculatie. Kijken we verder naar maandag. Maandag komen die storingen wel iets dichterbij. Er kan daar een drupje uitvallen, maar erg kan het ook niet zijn. En de aangevoerde lucht komt nog altijd van over de Atlantische Oceaan en we zitten dichter bij een hoogdrukgebied. Dan dinsdag. Dinsdag neemt het hoogdrukgebied bezit van ons. Dat is al veel beter. We gaan naar rustig herfstweer. Maar altijd rekening houden als de wind wegvalt en het is vochtig, dat zich ochtendmist kan vormen. En we moeten rekening houden eventueel met de hardnekkigheid daarvan. Maar als de zon schijnt, al iets hogere temperaturen. En dan kijken we naar woensdag. Dan zitten we nog veel beter. Want aangezien de lucht zo circuleert, komt lucht meer uit het zuiden en zou de temperaturen zelfs moeten oplopen tussen waarden aan 15 à 20 graden. En als we naar de laatste weerkaart van donderdag kijken, zitten we nog vrij goed. Hier ligt een hoge drukkern, daar een nieuwe en hier zit een zwak regengebied. Of dat iets zal geven, is op dit ogenblik nog een vraagteken. Wat kunnen we nu voorspellen? En ik denk dat het vrij goed is. Eerst moet je rekening houden, ook nog vannacht en morgen vroeg en misschien nog gedeeltelijk morgen onder vorm van buien, dat het nog tijdelijk regenachtig kan zijn en dat die een bui zou kunnen worden. Bij een aanwakkerende westenwind, dat kan krachtig worden, vrij krachtig op zee. En dan zou het naar het einde van de dag droger moeten worden. De temperatuur vannacht, dan wordt de bewolking nog vrij hoog. En morgen, als de zon schijnt, 9-14, anders ongeveer 7-13. Maar dan zondag, en dit tot dinsdag, gaat de wind uit het zuidwesten waaien, gaat wel iets afzwaaien. Het zou wat droger moeten worden, maar de bewolking blijft nog hardnekkig. Een drupje is mogelijk. En de zon zal nu en dan tevoorschijn waarden tussen 10 en 15. En als de computer gelijk krijgt, dan zou de midden volgende week, woensdag, met een zuidenwind naar herfstweer evolueren, met meer zon en minder wolken, maar ochtendmist kan misschien parten spelen. En dus kan de temperatuur maximaal oplopen tussen 15 en 20 graden. Kunt u aan sport doen? Inderdaad. Kijken we eventjes voor de zweefsport. Lokale vluchten zijn morgen zaterdag misschien wel mogelijk. Zondag, na het optrekken van de mist, kunnen misschien ook nog lokale vluchten verricht worden. Maar op zee, 4 à 6 beauforten kan tijdelijk aanwakkeren tot 7 beaufort. Dat wil zeggen dat de zee onstuimig blijft tijdens het weekend. Maar in het binnenland is dat toch maar 2 à 3 beaufort, misschien ten hoogste een 4 beaufort kan erbij komen. De overwegende windrichting draait van west naar zuidwest. En voor de valschermspringers wordt het geleidelijk beter naar zondag toe en dan volgende week. Er is te veel bewolking voor amateurastronomen. Er is geen temperatuursinversie en de zonnevlucht wordt 223. En de benedenlopen voor de kajakvaart nog steeds bevaarbaar. Maar het Maasdebiet is maar 32 kubieke meter per seconde. En u ziet het zeewater aan het zakketsel in Oostende was 14 graden. En nu over naar wat ik beloofde in het begin van mijn weerpraatje. Een prachtig boek over Hans Surles en zijn grotten. En we gaan er eventjes in bladeren. En iedereen die dat bezocht, kent dat al. Ik kom er niet bij, want het beeld is veel te mooi. Maar de kwaliteit van de foto's is ook zeer mooi. En daarom kan ik dat boek aanraden. Kijkt u naar die mooie gordijnen die we allemaal te danken hebben aan de regen die door de grond zijpelt.
En als we dan verder kijken, ja, onbewoond was het niet, want 5e eeuw voor Christus hebben de Etrusken dit sieraad in het goud achtergelaten, ook in de lessen. En als we kijken, ja, zonder astronomie doet men het niet om uit te leggen, want het hangt af van de ijstijdperken. En het hangt af van de cirkelvormige baan die sterk elliptisch kan worden. Het is eenmaal om de 94.000 jaar. Het hangt af van de wenteling van de aardas in 26.000 jaar. Dus dat gaat ver boven een mensenleven. En het hangt ook af hoe de aardas beweegt tussen 23 graden en bijna 24 graden. En u ziet hier nog een kaartje erbij. 20.000 jaar geleden, ja, zaten we dicht bij de grens van het ijs. Dus hier boven Denemarken, boven Zweden, boven Noord-Duitsland en zelfs boven deel van Engeland. En wij zaten er dichtbij. Dus zoveel jaar geleden, 20.000, was het een heel ander klimaat. En vergeet niet dat op dat ogenblik het zeewater 100 meter lager lag dan nu. Dat wil zeggen, men kon wandelen van Frankrijk naar Engeland. Maar dat is de uitleg. Ook die grotten zijn gevormd door deze, en op dat ogenblik door de ijstijdperken. Dus dat kan ik u aanraden. En hier kan ik nu eens de uitgeverij, ja, laat ik even voor u verschijnen. Het is Didier Hatier voor Brussel, maar de Vlamingen kunnen bekomen in uitgeverij Agora in Sint-Niklaas. Maar dat is nu een boek. Dankzij de regen hebben we zo prachtige kunstwerken in onze aarde. Goedenavond, beste kijkers. Sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra. De Vereniging voor Kankerbestrijding werkt deze week hard mee aan de Europese Week tegen Kanker. Nog het hele weekeinde kan u in een futuristische expositieruimte op het Muntplein in Brussel...